We worden wel weer ergens naartoe getrokken. Oh ja, kijk, kijk. Daar is een stem die spreekt. Die zegt, kom. Ja, we gaan dus wel naar een tempel. Oh my god. Zo vet! Ja, ja. Link, you know, bo. En de spirit van Tulin. Hallo? Spirit van Tulin? Zitten jullie in elkaar? Ik denk het. Anyway, we zijn in ieder geval aangekomen bij de vuurtempel. Mag ik even duimpjes omhoog voor Yunobo en voor deze serie en voor de vuurtempel? En abonneer gewoon op dit kanaal als je van Nintendo houdt. Dan moet je namelijk hier zijn. Yunobo zegt, is dit het gebouw waar ik die stem vandaan hoorde komen, Goro? Nou, dat zou heel goed kunnen. Wat is dit voor bouwwerk en waarom bevindt zoiets zich onder de berg des doods? Ja, 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 daar is Zelda weer. Nou, ik geloof niks van. Gaat ze die steen weghalen voor ons? Yunobo zegt, wacht, wacht, ik moet met je praten. Dat dacht ik alweer. Nu is ze weer verdwenen. Maak deze steen kapot, vriend. Lekker. En dan gaan we naar binnen. Binnen in de tempel. De vuurtempel. Oh, dit is zo cool. Ik vind deze nu al heel vet. Ik weet niet waarom. Dit zou misschien wel mijn favoriet kunnen worden. Laat even in de reacties weten wat jouw favoriete tempel is. Want we weten nu eigenlijk al wat de volgende tempels gaan zijn, toch jongens? Ik bedoel, de elementen, water, vuur, wind, aarde. Hè? Anyway... Yunobo ziet iets verderop. Wat zie jij, vriend? Jemig. Let's go, Yunobi. Het is deze kant op. Ja, kom maar aan. Ah, Link. Daar. Oh my gosh. Daar staat ze weer, hoor. Dit is echt zo ver... Oh nee, kijk uit. Is het weer zo'n gekke draki-monster? Oh nee, nee, nee. De platformjes, de stenen gaan allemaal de lucht... Oh my gosh. De lucht in, wou ik zeggen. Kan jij dat kapot maken, Goro? Dit is niet best, Goro. Prinses Zelda zit vast daar binnen. We moeten opschieten en haar redden. Maar hoe komen we in die ruimte, Goro? Nou, allereerst moeten we even hierop drukken. Dat weten we nog van de windtempel. Oh, oh, gaat de poort open? Ja, een klein beetje. Oh, wacht even. Ja, we moeten waarschijnlijk verschillende dingen doen om al deze sloten open te laten gaan, zodat de poort weer open gaat. Yunobo zegt ook, ja, de poort bewoog een beetje. Maar niet helemaal. Nee, dit ging nog niet helemaal goed. Hoor je dat? Daar is dat geluid weer, Goro! We horen een nieuwe stem. Die zegt, jonge kleine rots. Vijf hangsloten. Je hebt de kracht om de sloten te ontgrendelen. Dan opent de poort. Deze keer hoorde ik het luid en duidelijk. Wat zou het kunnen zijn? En wat wordt er bedoeld met jonge kleine rots? Ja, jij bent de prins van de Gorons, vriend. Die stem is natuurlijk één van diegenen die tegen het eeuwoude kwaad heeft gevochten met prinses Zelda. Ja, en nu moeten we dus die poorten gaan openmaken. Kom eens, kom eens, kom eens, kom eens. Ik heb jouw kracht nodig. Lekker. Ik ga wel even een ander wapentje pakken trouwens. Kan wel even een sterker wapen gebruiken. Hoppakee, dit ijswapen is wel echt heel nice. Ik ga toch een andere gebruiken, want ik wil dat ijswapen misschien wel bewaren voor later. Oké, cool. Spring. Wat is dit voor een ding? Okay, ik ga het maar even neerleggen. Ik weet niet precies wat het is. En dan ga ik er tegenaan slaan. Wat is dit? Oh, dit is water. Misschien kunnen we hiermee de lava laten opdrogen. Ja, dat wel. Maar ging nog niet helemaal goed, denk ik. Oh, kijk, nice. Ja, 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 ja. Ik heb twee platformpjes gemaakt. Kijk, die kan ik dan zo neerleggen. En dan kan ik weer één platformpje pakken. En die hier neerleggen. Zo, en dan zijn we aan de overkant. Holy moly, wat is dit? En wat is dit? Oh, hiermee draaien we een spoor. Oké. Oh, dit wordt nog echt moeilijk, denk ik, jongens. Let's go, we gaan. Ga jij aan de voorkant zitten? Ik denk dat deze gaat nog de goede kant op, toch? Oh nee, nu maken we een rondje. Oké, geen probleem. Goro, let's go. Dan gaan we nu rechtdoor. Ja, super cool. Love it. Oké, we zijn bij het einde. Althans, we zijn nog niet helemaal bij het einde. Ik denk dat ik deze nodig heb. Deze gaan we eens eventjes ervoor opzetten. Dan moet ik denk ik hier dit slaan. Dan gaat de poort open. There we go. Come on, Goro. Boom, nice. Oké, top. Dit is zo vet gedaan, jongen. Ah, ik vind het echt zo leuk. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het echt zo leuk. Oh, ik wou die vijanden kapot maken, want er waren helemaal geen vijanden. We gaan nu hier naar beneden, denk ik. Where do we go? Schiet daar maar op. Oh, nee, 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 nee. Nee, kom. Oké, ik val er bijna vanaf. Niet helemaal goed, denk ik. Draai maar even om. En we gaan dan straks gaan we hier naar links. Maar ik denk dat dat niet goed is. Oké, kom op. Daar gaan we weer. Ik denk dat we naar links moeten nu, Goro. Dus schiet er maar op. Dan gaan we naar de andere kant. Heel goed.
En dan stoppen we hier. Oh, 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 jongens. Oh, oh, wacht even. Waar ben je? Pak ze, Yunobo! Lekker! Kan ik hun trouwens niet gewoon vastpakken? Nee, dat gaat helaas niet. Lekker, jongen. Wat gebeurt er als ik hierop sla? Oh, ja, kijk, oké. We hebben iets geactiveerd. Ik denk ook dat we daar naartoe moeten. Dit is wel echt een puzzel, hoor. Wat gebeurt er als we hierop slaan? Dan gaat er hier ook iets naar beneden. Oké. Dan ga ik eerst deze eens pakken. En dan gaan we straks aan de andere kant. Gaan we daar naar voren. Yo, dit is echt een puzzel, jongen. Gaan we deze slaan? Oh my god. Ik geloof dat je dat beter niet kan doen. Even weer wat platformpjes maken. Oké, nou jongens, ik heb een brug gebouwd. Ik denk dat ik naar de overkant kan. Hopen dat ik ook hier moet zijn. Yunobo, waar ben je? I need your powers. I need your powers. Hier, ja, oké, daar ben je. Hij zegt, moet je eens kijken, Link. Ja, dat had ik al lang gezien. Dit is een gong, daar moet jij tegenaan. Maar eerst moeten we even deze vijand verslaan, vriend. Pak hem. Lekker. Oké, nu gewoon keihard beam. Kijk, zo, top. En dan bapalapalapap en klaar. Kijk, als je echt gewoon bij me bent, dan lukt het allemaal wel. Maar, kijk eens. De eerste gong. Bam. Daar gaat het eerste slot open. Lekker. Nog 4 te gaan. Dat moet het eerste hangslot zijn, Link. Ja, precies. Oké, we gaan terug. Ik heb gelukkig nog een motor. Zo, hoppakee, dan kunnen we weer terug. Super. Dan gaan we nu waar we net gebleven waren. Dat was hier. Even kijken hoor. Ja, dat gaat wel toch? Ja, nu kunnen we hier eroverheen. Ja, top. Oké. Super. Dus kijken waar we nu uitkomen. Yunobo. Pak deze man. We moeten de teamwork weer doen. Hier. Precies. Zo doen we dat. Oh, maar hij heeft weer een schild. Dan moet ik eigenlijk... Ja, ik wil geen risico nemen. Dan moet ik eigenlijk wachten totdat hij mij aanvalt. Maar ja, ik ben sowieso al 2 hartjes kwijt. Dus ik wil niet te veel hartjes verliezen. Oh, hier is alleen een Kinsey. Ik had gehoopt dat hij ook gelijk een gong was. Maar helaas, wel 10 pijlen. Die heb ik wel hard nodig. Oké, we gaan weer terug in mijn supersonische karretje. Ik denk dat we nu even de andere kant op moeten. Oh, ik mis weer. Oh, dit is zo jammer. In deze tempel is het gewoon echt een kwestie dat je de juiste weg probeert te vinden. Gewoon een beetje die dingen omdraaien. En dan op een gegeven moment kom je volgens mij vanzelf waar je wil zijn. Hier staat nog een Kinsey trouwens. Die laat ik even lekker zitten. Ja, ik kan mezelf nu niet optillen op een ander spoor. Dat had wel heel lekker geweest, maar zo werkt dat volgens mij niet. Hoppakee, ik pak die vijand gelijk aan. Stop, stop, stop! Stop! Luister dan, ik wilde de andere kant op. Nou ja, weet je, we rijden wel even een rondje dan. Ja, maar toch, ook al zet ik die motor uit, we gaan nog steeds als een man. Nee! Oh, ik ben mijn karretje kwijt. Ik zie hier wel... Oh, een steen wou ik zeggen. Ja, kijk, zie je? Ik had alle vertrouwen in je. Ik wist dat je dit kon. Als je nou eventjes aan de kant wil gaan, zodat ik ook hier op kan, dank u. Dan hebben we hier de tweede gong. Yunobo, kom. Ik ben niet sterk genoeg om jezelf tegenaan te slaan. Ja, top. Fijn dat je er ook bent, vriend. Hoppakeetje. Nummer 2. Het tweede hangslotje gaat open. Nog 3 te gaan. Oké, die 3 zitten dus in andere gebieden. Eentje zit hier. We hebben ook verschillende etages, joh. Ah, ze zitten in ieder geval allemaal aan de andere kant. We gaan terug naar het beginpunt. Ja, dan moeten we gewoon rechtdoor. Precies, hier moeten we zijn. Ja, cool. Oké. Alleen is mijn brug nu weg. Zouden we een brug kunnen bouwen met karretjes? Ik bedoel, waarom niet? Dan doen we het gewoon zo. Dan gaan we wel op deze manier naar de overkant. Oh, 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 ik sta wel een klein beetje in de fik. Oké, we staan nu bij de ingang. We moeten hier naar links of zo? Dat is de derde etage. Dan moeten we hier naar links. Oh, we moeten hier bovenlangs. Oké. Kijk, hier is een gang. Dat is wel rechts. Dat is de andere kant. Maar misschien kunnen we dan van boven daar naartoe. Oh, hier is ook een gong. Kan ik niet gewoon door het plafond heen? Nee, helaas. Kan ik hier van bovenaf in? Misschien. Ik ga in ieder geval een poging doen om te klimmen. Kijk, zo komen we wel op de eerste verdieping. Kijk, we kunnen daar naartoe klimmen. Naar de overkant. Dan kunnen we daar even staan zo. Let's go, Link. Let's go. Let's go. Hier naartoe. Yeah. Nice, nice, nice. Kijk, gewoon een beetje klimmen. Met klimmen kom je een heel eind. Dit is waar we straks moeten zijn. Daar is waarschijnlijk het gevecht met de baas. Ik ben daar gewoon nu al boven. En we zijn gelijk op de tweede etage. En hier op de tweede etage is ook een gong. Die is waar we nu naartoe kijken. Dus daar. Ja, dit moet klimbaar zijn, toch? Let's go, Link. We gaan even een stukje klimmen. Ja, ga maar. Ga maar. Hier kan je even staan. Wat nou mijn karretjes? We gaan gewoon klimmen. Yunobo. Kan je ook klimmen? Je moet deze steen voor mij kapot maken. Let's go, Yunobo. 1 etage hoger, dan heb je daar een gong. Maar hoe komen we bij deze?
Oh, kijk. Daarboven. Oké, hier kunnen we doorheen in ieder geval. Zet hem ook gelijk even uit. Want ik wil eerst eens even kijken waar we terechtkomen. We zijn nu best wel op een grote open plek namelijk. Vanaf hier lijken we heel veel kanten op te kunnen. En ik ga hier dus even een tik tegen aangeven. Ik weet niet wat er dan nu gebeurd is. Oh, kijk. Hier kunnen we naar beneden. Let's go, you know, boom. We gaan er weer eentje pakken. Bap, balap, bap, 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 bap. Nice. Anders moet ik toch mijn ijsspeer gebruiken. Ja, nou, dan wordt het toch maar die. Ik heb raketten gevonden. Een sonar werktuig dat een krachtige stoot energie produceert, waarmee gedurende korte tijd een grote lading kan worden verplaatst. Oké. En een brandkraan. Ja, die hadden we al. Jeetje man, wat een tempo is dit. 10 pijlen erbij, hoppakee. Maar waar moet ik nu naartoe? Misschien toch naar de begane grond. Er is hier in ieder geval nu een lift. Laten we even kijken wat er gebeurt als ik op de lift ga staan. Eén zo'n slot is op de begane grond en die andere zijn op de derde en de vierde etage. Oké, goed om ons heen kijken. Waar zijn we nu? Oh, dit is gewoon bij de ingang letterlijk. Ja, oké. Dus nu kunnen we vanaf de ingang veel makkelijker naar boven. Stel, we komen er nu niet uit. Ja, oké, duidelijk. Ja, dan hebben we hier nog twee palen staan. Daarmee kunnen we deze veranderen. Hiermee kunnen we ook naar omhoog. Oh, maar dat moeten we hebben. Want hier is namelijk de derde. Ja, oké, dat gaan we doen. Oké, let's go, Link. Oké, wel rustig aan, rustig aan. En ik denk dat we misschien hier wel eens zouden moeten zijn. We hadden eraf kunnen springen, maar ik ga toch nog maar even door. Oh, kijk, oké. Wil jij anders eerst even stoppen? Pak hem! Nice! Eerst maar eens even die vijand slopen hier. We zijn nu op de binnenbocht beland. En we kunnen even het motortje uitzetten. Want kijk, daar is namelijk iets. Dit moeten we kapot maken. Dat halen we nou niet meer, hè. Kan je hem vanaf hier kapot maken, denk je? Ja, nice. En is daar dan die gong? Oh, nee, hij is nog niet kapot. Oké, rustig. Ik spring dan anders hier. Spring eraf. Ja, top. Kan gewoon. Kijk, nu zijn we gewoon hier. Dit is top. Hier moeten we zijn. Oh, daarboven is die gong. Ik dacht dat hij misschien daarin zat. Maar hij zit niet hierin. Maar deze moet wel kapot. Hallo? Kom eens even. Kom. Hier zo? Ja? Nee, hierop. Ja, oké. Anders gewoon zo. Ja, ook goed. Oh, kijk. Nu krijgen we platformpjes. Lekker. En dan kunnen we straks klimmen, denk ik. Of we gaan gewoon hier een platformpje nog neergooien. Zo, hoppakee. Hier een platformpje. Yes. Goro. You know, Bo. Kom, oh, ik kan daar niet omhoog. Potverdorie. Oh, bijna. Eigenlijk keurde ik die gewoon goed, hoor. Toch? Jeetje. We deden er even over, maar daar is nummer 3. Nog 2 te gaan. Oké, dus deze is op de begane vloer. En deze hier is op de vierde. En ik denk dat we daar dus helemaal van bovenin in moeten, want we kunnen niet klimmen. Oké, dit ziet er ook wel heftig uit. Daar moeten we dus doorheen als we naar de derde willen. Kunnen we niet gewoon zo'n megabrug meenemen dan? Hier, ik bouw gewoon een megabrug. Voor daar naartoe. Kijk hoe groot deze brug is. En we zijn nog lang niet klaar. Oké, zou dit lang genoeg kunnen zijn? Het zou fantastisch zijn. Ik hoop dat ik hem nog kan draaien. Ja, dit lijkt me toch een prima bruggetje, jongens. Als hij niet klem komt te zitten. Kijk. Dit werkt gewoon, hoor. Toch? Dit ligt gewoon stevig, hoor. Zie je? Dit werkt gewoon. You know, Bo. Kom even mee, jongen. Kom even mee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Gun mij. Gun mij een goede idee. Ik kom niet, hè. Kom nou gewoon. Ik hack deze game gewoon. Dit kan. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Kijk! Ik weet het zeker dat dit kan. Ik weet niet of dit de bedoeling was. Maar ik vind dat dit kan. En dan kan het ook gewoon. We zijn binnen. Kijk, volgens mij was het de bedoeling dat je hier van boven komt of zo. Maar waar is die gong? Dat moet ik eerst even weten. Op de begane grond, hier beneden. Oké, we gaan rustig aan naar beneden. Ja, wat nice dat dit gewoon lukt. Super vet. Oh, lekker wapentje wel. Die nemen we mee. En dan gaan we hier naartoe. Ja hoor, daar is de gong. Heerlijk. De volgende. Kom maar, you know, Bo. Kom maar naar beneden springen. Hatsaflatsie. Nog één te gaan. Hoppa. Die is ook open. Alleen de middelste nog. Inderdaad. Nog één. Zo is het. Knallen we dit poortje open? Ja, ik dacht dat er een lift zou zijn. Maar helaas, geen lift. Wel een poort. Ja, en nu moeten we toch nog deze, hè? Op de vierde etage. Helemaal bovenin. Dan gaan we gewoon net als in het begin een stukje klimmen. Oh nee, wacht. Dat hoeft niet meer. Want we hebben wel een lift. Oké, doei, you know, Bo. Op naar de bovenste etage. Dus net waren we daar naartoe. Maar we moeten eigenlijk dus links. We moeten daar naartoe.
En dan helemaal naar boven. Nou, al die sporen lijken kapot vanaf hier. Ja, we hebben wel een raket gekregen. Zouden we dit met een raket kunnen fixen? Kijk, er staan hier meerdere namelijk. Ik ben zo benieuwd of dit werkt. Ik ben zo benieuwd of dit werkt. Let's go! Dit werkt! Lekker! Ja! We zijn er! Dit ging echt heel lekker. Oh, kijk, Yunobo. Je moet even dat blok kapot maken. Weet niet of je dat kan vanaf hier. Maar... Nee, oké, we moeten even iets bouwen voor jou. We hebben een halve brug. Oh, maar dat kan ook gewoon zo, toch? Jij kan dat zo ook. Als ik dit even zo doe... Ja, dat ken jij wel, vriend. Dat ken jij wel, jongen. Dat ken jij wel. Let's go. Super. Oké, maar wat kan ik hier? Dat is nog even de vraag. Dat blok is kapot, en nu? Ik moet nog één etage omhoog. En dat kan zo te zien bij dit spoor. Maar dat spoor is kapot. Ja, dan hebben we weer een raket nodig, denk ik. Ja, of kunnen we gewoon wel hier ergens omhoog. Misschien moeten we dat eerst even onderzoeken. Ik ben hier nog helemaal niet geweest. Hier, dan hebben we in ieder geval dit kistje te pakken. Ik denk dat het moeilijk wordt om hier omhoog te gaan. Ik heb 3 raketten. En we kunnen dit in 3 pogingen proberen. Dit wordt poging 1. Oh my god. Link, don't die. Don't die! Dat ging echt maar net. Ja, maar nu, waar ben ik? Wat is dit voor plek? Wat kan ik hier? Hier is alleen een kist. Hier moet ik helemaal niet zijn. Wel een robijn. Die kunnen we goed verkopen. Maar dan, hoe kom ik daar op de 4e etage? Nou, ik kan hier ook niet naar boven klimmen. Daar heb ik net naar gekeken. Oké, let's go, Tulin. Let's go, we gaan even terug. Het moet hier zitten. Volgens mij... Moet dat wel. We hebben hier een steen net kapot gemaakt. Oh, hierboven zit ook iets. Ik had deze brug al aan elkaar vastgemaakt net. Die zitten nu weer los. Wacht even. Als ik deze nou zo vastmaak, dan heb ik een soort van ramp voor hem. Ja, ja. Zou dit het zijn? Ja, man. Oké, en dan? Komt er een kist. Oh, wacht. Wacht. Ik denk dat ik heel snel moet zijn. Ik denk dat ik moet gaan terugspoelen. Deze terugspoelen en dan erop klimmen. Ik denk dat dat het is. Ja. Kijk. We zijn er. Ja. Wat cool. Let's go, Yunobo. We gaan de poort openen. Awesome. Ja, heel vet dit. Hele leuke tempel tot nu toe. Ik hoop dat de baas ook leuk is. Ja, dit waren inderdaad alle sloten. Terug naar de poort. Let's go. Ja, hier was dus vroeger een spoor, maar die is kapot. Oké, waar was de ingang? Hier links. Oh ja, kijk daar. Ik zie daar trouwens een platformpje daarbovenop. Oh nee, dat is in principe niks. We zijn er, jongens. We zijn er. We gaan de poort openen. Daar gaan we. Alle sloten zijn nu ontgrendeld. En ja hoor, de brug is open. De ingang is open. Goro, ja zeker wel. Snel, we moeten die rode stenen stuk maken om Zelda te redden. Ja, ik denk niet dat het zo gemakkelijk zal gaan als jij nu denkt, jongen. Ik bedoel, we gaan hier wel naar binnen. Grote open ruimtes betekent altijd een baas in Zelda. En ik denk op het moment dat ik hier naar binnen stap... Nee? Nog... Of dat ik hier op het midden stap? Nee? Ook niet? Ik denk dat ik jou gewoon zo hier tegenaan moet laten vliegen. Dat jij zo... Wee! Precies. Dit kapot maakt. Oh, wat gaat er gebeuren? Dat vraag ik me ook af. Niet hier, denk ik. Ja, oh nee. Het oog van Sauron. Oh my god. Deze herken ik. Ik herken deze ergens van. Oh, is het een Talus? Een grote stenen Talus? Oh my gosh. Oh my gosh. Dat zijn in ieder geval flinke poten. Het is een mega spin. Het is een mega spin, baas. Zit Zelda in dat monster? Ja, dat. Wow. Wow, ik vind dit cool. Ik vind dit cool. Het is Stingoma. Kwaad in de vuurtempel. Oké. Ja, laten we dit doen. Laten we haar gaan redden, vriend. Ik denk dat jij keihard tegen zijn poten aan moet knallen. En dat hij dan naar beneden komt vallen. Oké, kijk uit. Ik denk dat we gewoon zo ernaast kunnen. En dan, bam! Ja, toch? Al die poten kapot maken. Oh, ja. Nee, daar kunnen we wel tegen. Volgende poot. Hier. Lekker. Oh, oké, dat ontploft. Daar moeten we... Oh, kijk. We kunnen. Let's go. Klappen. Even mijn beste wapen pakken. Ik heb hier een wapen van 20. Soldaathoorn 2.0. Let's go. Maak hem kapot. Lekker. Oké, dit was vet. Dit was cool. Oh, hij is nog niet helemaal terug. Ik zou nog een keer kunnen proberen.
Oh ja, zijn poten. Daar zijn zijn poten weer. Geef mij je kracht. Let's go, we moeten gewoon tempo maken. Heerlijk dit. Door naar zijn volgende poot eigenlijk gelijk. Nice. Nice. Ja. Heel goed. Misschien zou ik nog wel zelfs zo'n explodeersteen kunnen pakken. En die op hem gooien of zo. Ik wil heel graag op hem klimmen nu. En hem dan slaan. Lekker. 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 Dit gaat hard. We zijn er nog steeds bovenop. We zijn er... Oh my god. We maken hem helemaal kapot. Oké, niet helemaal kapot. Oh, van dit gerecht gaat mijn aanval in de hitte omhoog. Oh, nice. Nice. Dat is top. Oké, kom maar. Kom maar. We gaan gelijk weer een poot kapot maken. Het tempo zit er goed in. Kom. Blijf bij me. Ja, heel goed. Ja, die poot kunnen we ook kapot maken. Nice. Nice. Lekker. Als het goed is, doe ik hem nou nog meer pijn. Oké. Hij is voor de helft kapot. Zijn oog gaat in de ronde. Hij gaat nu trippen. Hij wordt nu gek. Wat ga je doen? Oké, je springt omhoog en je gaat aan het plafond hangen. Dus ik moet wachten totdat je nu een keertje naar beneden komt. Wow. Ja, we moeten wegrennen. Ik snap het. Deze leg ik even aan de kant. En dan ga ik nu heel hard wegrennen. Lekker. Oké, top dit. Kom maar naar beneden, vriend. Als je even naar beneden komt, zou heel fijn zijn. Oh, wacht. Kom, leen mij je kracht. En dan ga jij gewoon nu zo. Kijk. Ik weet niet of die raak was trouwens. Ja, blijkbaar heb ik hem nu geraakt. Pak zijn oog. Pak zijn oog. En klimmen. Nice. Zo vet. Zo vet de baas dit. Maak hem kapot. Mijn soldatenhoorn is bijna kapot. Heb ik nog mijn ijsspeer? Of is die ook kapot? Ah, die is ook kapot. Dat is jammer. Oké, dan ga ik voor deze. Let's go. Oh my god, dat is wel echt jammer, hè? Het is wel echt jammer dat hij mij de keihard vanaf verblaast elke keer. Pak hem! You know, Bo! Je hebt hem geraakt, hè? Ouwe baas. Ouwe baas. Let's go. Mijn boog is kapot. Maar dat boeit niet. Want ik ga hem slaan. Ik ga hem keihard slaan. En hard ook. Hij gaat mij straks ook raken. Oké, ik ga weg. Ik ga weg. Ik ga weg. Ik wou weg! Ik denk niet dat ik nu weer zijn poot kan pakken, hè? Nee, dit is jammer. Dit is jammer. Ik ben te snel voor het spel. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij gaat nu die gekke stenen om me heen gooien. Ik kan natuurlijk gewoon Yunobo gebruiken. Maar ik kan ook rustig die stenen gewoon wegleggen. En wegrennen. Wow, niet eentje naast mij neerleggen, alsjeblieft. Lekker weggerend, Yunobo. Oké, waar is die? Hij is daar. Ik weet niet... Oh my god! Hoe lag die steen opeens naast me? Oké, dan doen we het toch gewoon nog een keer. Hè? Kom maar. Kom maar. En blaas me er maar af. Als je durft. Oké, ga jij alvast vliegen? Ja, hij hangt nu op de muur. Oké, let's go. Als je hem... Oh, hij moet gewoon één keer deze aanval doen. Hij moet het gewoon doen. Hij ligt. Lekker. Bye-bye, steendoma. Ik had jou eigenlijk gewoon first try, maar je had kapot veel geluk. Maar nu heb je kapot veel pech. Boom! Dikke doei! En de mazzel, vriend. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat hij klaar is. Deze gekke steengoma. Toch? Met je gekke oog. Ja. Kijk, al het kwaad gaat uit hem. Ja hoor. Mazzel! Lekker! Hatsenflatsie. Nou, de rest is weer wedergekeerd hoor. Super vette tempel dit. De Fire Temple vond ik heel cool. Heel leuk. We hebben er weer een hartje bij. Gelukkig. Die kunnen we goed gebruiken. Ja, en daar is de volgende traan. En die is natuurlijk voor Yunobo. We hebben gezien hoe dit werkt bij Tulin. Bij de Windtempel. We pakken eerst het hartje gelijk op. En kijk eens Yunobo. Deze is voor jou, vriend. Ja, ik snap dat je een beetje je vraagtekens erbij hebt. Maar het is oké. Het is goed. Kijk hier. Krijg je een beetje van dat goddelijke licht. Ja, dit zijn wel de vetste stukjes hoor. Dit zijn wel de vetste stukjes. Hij herkent die stem. Die is ook cool. Die is heel vet. Wow, maar hij lijkt echt op Daruk. Is het ook gewoon Daruk? Nee. Toch? Nee. Ja, jongen. Heel cool.
Jij bent de trots van de Gorons. Heel cool. Monster dat je hebt verslagen. De bron van die akelige rotsen was gestuurd door de Demon King. Nu heeft hij deze steen. Zijn geheime steen. En dat is dus de titel van het spel. Tears of the Kingdom. We gaan al die tears gaan we verzamelen. Hij gaat ook even laten zien wat zijn rol was waarschijnlijk. Een nieuw stukje over de Verzegeloorlog. En over de taak van de Gorons. Dit vind ik wel heel vet hoor. Maar dit is wat we al gezien hebben, toch? Volgens mij wel. Blijft toch wel vet om naar te kijken. Ja, precies. Raudu heeft met vijf anderen gevochten. 1, 2, 3, 4, 5. En Zelda. Maar er zijn 4 tempels, zou je zeggen. Ah, kijk. Hij was de wijze van het vuur. Sterker dan ooit met mijn geheime steen. Maar ze hebben helaas toch verloren. Van freaking Ganondorfie. Ja, ze konden het met z'n allen niet aan. En Rauru heeft hem daarna inderdaad vastgebonden in plaats van verslagen. Baze Rauru. En daar staat hij hoor. Enige tijd later. Daar was Zelda ook bij hem. Zij bepaalden het lot van de Gorons. Wat is Zelda toch cool, hè? The magic restraining the Demon King will be undone. En ook tegen hem zegt Zelda dat de dappere zwaardvechter komt, genaamd Link. But Link will need help. Lend him your power. En ook hij gaat ons helpen. Maar ja, via Yunobo. In that moment, the duty of the Goron people was clear. I'd like nothing more than to smash the oh, hij is boos. When the Demon King returns, hoppakee. Maar wel zieke helmen hebben ze allemaal, hè? That's what you need to know about the imprisoning war and of our people's duty. You saved Goron City, but the demon. En nu hebben we Goronstad gered. Maar de dreiging is er nog steeds, dus we moeten door naar de volgende. Yunobo, Little Rock. Take up my secret stone and honor the pledge I made to the sage of. En Yunobo, die krijgt de steen van deze eindbaas. Go get it, Yunobo. It's my duty. Hij is voor jou. Eerst was je nog soort van verslaafd aan die geheime stenen. Maar nu dat masker af is, kan je ons helpen. Niet zo onzeker, Yunobo. Je bent gewoon eindbaas. Super cool. Precies. Inderdaad, je kan het! En daar is de teer. De traan van het vuur. De vorige was dus de traan van de wind. Ja, deze ziet ook wel cool uit hoor. Heel vet. Ik zou willen dat er amiibo zouden zijn van deze figuurtjes. Van Tulin, van Yunobo en van de twee die we nog gaan ontmoeten. Want ik vind ze echt heel cool. Awesome!
Hell yeah! Inderdaad! Super cool! Heel nice! Yeah! Dus we hebben nu ook de spirit van Yunobo bij ons. Love it. Heel cool, man. Ah, deze game bevalt me echt steeds beter en beter. Hij wordt steeds toffer en toffer. Oh, geef even een box. Ja, kijk hoe... kijk hoe klein de vuist van Link is. Die is nog kleiner dan één vingertje. Hell yeah, Yunobo. Jij en ik samen. Let's go. Woep, woep, woep. Nice. Weer een kracht erbij. De vorige keer kleurde onze arm groen. En nu oranje. Oh ja, en weer een ring erbij natuurlijk. Hops. Met die ring kunnen we zijn kracht natuurlijk altijd oproepen. Lekker, man. Ah, je hebt me al flink geholpen. En nu gaan we terug naar Goronstad. Zijn jullie nou nog steeds verslaafd? Jongens, hou daar nou eens mee op. Heel goed. Dat is allemaal nepspul. Dat is niet goed voor je. Stop met eten. Jullie vreedzakken. Wegwezen met deze hele stapel. Dat is nep vies vlees. Kijk, en de ogen worden weer normaal. Ze snappen weer een beetje hoe het leven werkt. Ja, nu kunnen jullie weer aan het werk. Kom hier een beetje je best te doen in Goronstad. Ja, toch? Yay! Very good, very nice. Ziet er een stuk beter uit allemaal. Oh, hallo? Er kwam een Gerudo aanlopen. Bluedo is nog steeds boos. Hij heeft zich heel veel zorgen gemaakt. Yunobo zegt, het is allemaal mijn schuld. Sorry, sorry. Was ik maar niet zo roekeloos geweest. Maar de twee kleintjes die geloven nog steeds in hem. Je bent de held van Goronstad, directeur Yunobo. Jou bedankt, Link. Ja, ja, graag gedaan. Dankzij jou zijn de steenbouten verdwenen. Ja, nee, dat hebben we zelf gedaan. Ik bedoel, dat hebben we samen gedaan. Slago vraagt of Prinses Zelda niet kwaad is dat we het masker van Yunobo stuk hebben gemaakt. Nou ja, we hebben Zelda inderdaad nog niet gesproken. Hey, directeur Yunobo. Zou het kunnen dat die prinses Zelda eigenlijk een slechterik was? Nou, precies. Dat is wat ik ook denk. Het is niet de echte Zelda. Dat kan helemaal niet. Ja, heb je daar wel eens aan gedacht, Yunobo? Nou, Yunobo denkt nog steeds dat het de echte geweest moet zijn. Mijn voorouder. Het verre verleden. Prinses Zelda. Was dat de echte prinses? Of een bedrieger? Dat zou betekenen... Nou, hij begrijpt er helemaal niks meer van. We moeten Zelda in ieder geval gaan vinden. Nou, dat lijkt me wel een goed plan. Jij en ik zijn een team vanaf nu, ook al zijn we kilometers uit elkaar. Yeah! De eet van Yunobo, wijze van het vuur, is binnen. En daarmee eindigt deze video. Er kwam een Gerudo hier aanlopen in het dorpje. En in de volgende video gaan we kijken of we daar dus nu naartoe moeten. Ik hoop dat jullie deze lange video leuk vonden. Doe duimpje omhoog, abonneer. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!